Donderdagavond rond 7:50 is een 36-jarige man uit Nijverdal overleden nadat zijn auto op de Holteweg over de kop is geslagen. De man was vermoedelijk op slag dood. Op het moment van het ongeval werd de man achtervolgd door de politie. Om het onderzoek zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden, stelt de verkeersongevallenanalyse van de regiopolitie IJsseland een onderzoek in. Uit de eerste verklaringen van getuigen is af te leiden dat de 36-jarige man samen met een andere man bij een horecagelegenheid vertrok en in zijn auto stapte. Personeel en omstanders hebben geprobeerd de man te beletten te vertrekken, omdat ze vermoeden dat de man te veel alcohol zou hebben gedronken. De 36-jarige man wist toch weg te rijden, waarbij hij een andere auto aanreed. Via de Grote Straat en de Smitsweg ging de man er vandoor. Op dat moment was er een politieauto op de Grote Straat nabij de horecagelegenheid en die heeft onmiddellijk de achtervolging ingezet. Op de Holterweg verloor de 36-jarige bestuurder de macht over het stuur, waardoor hij links van de weg een boom raakte en de auto over de kop sloeg. De 35-jarige bijrijder uit Nijverdal is aangehouden omdat hij de hulpverlening hinderde. Hij is overgebracht naar Hengelo, waar hij is ingesloten.